Dit is het TV West nieuws van vrijdag 12 december met daarin veel overlast, maar ook plezier door harde stormachtige wind. Steeds meer meldingen bij Omroep West over misstanden bij themapark Archeon. En het kriebelt op veel hoofden. Luizen houden huis. Dag dames en heren. U heeft het vast wel gemerkt vandaag. Het waaide nogal. Langs de kust was het windkracht 8 tot 9. En er werden zelfs windstoten gemeten van rond de 100 km per uur. Daarnaast heeft de hele dag flink geregend. En dat zorgde dus voor overlast, maar ook voor veel plezier. Durf je niet te fietsen? Te heftig? Nou, ik ga het proberen. Dus als ik om wil, heb ik een mooie clipje. Helaas voor het beeld, zij bleef overeind. Rond 9 uur vanmorgen was de storm op zijn hevigst, ook bij het Rijswijkse plein in Den Haag. Een beruchte windgang. Iets verderop, bij het Spui, was een zonwering naar beneden gekomen. Dat was wat schade. En ook bij de Laan van Rust en Vreugde in Wassenaar moest de brandweer een boom van de weg halen. Maar het spektakel was natuurlijk bij Scheveningen. Daar kan je in de wind hangen of gewoon genieten van de immense ruimte. Echt heel goed. Lekker. Wat was het een mooi gevoel? Dat was een heerlijk gevoel. Ja? Iedereen aan te raden. De ijsglijbaan was gesloten bij Scheveningen. Maar bijvoorbeeld de hondenuitlaatservice die genoot van de elementen. Heerlijk dat ik dit mee mag maken en niet op kantoor hoef te zitten. En in de airco de bacteriën, de virussen van een ander hoef in te ademen. De boot van de reddingsbrigade is stand-by. Zo rond de haven, want je weet maar nooit. Want aan de andere kant wordt er bijvoorbeeld gewindsurfd. En dat windsurfen dat kan af en toe best wel een beetje links zijn. Als je niet te ver de zee op gaat, dan is het niet heel gevaarlijk. Omdat je altijd door de golven wel weer terug het strand op wordt gegooid. Dus je moet altijd zorgen dat je niet voorbij de golven gaat. En dan is het prima veilig. Hoe ging het? Lekker, heftig. Best waar. En deze golfsurfer die hier op staat is toch wel uniek. Normaal staan ze zo'n 7 seconden. Maar deze jongen die slalomt ongeveer richting Wassenaar. Hij bleef maar staan. En wat deze boot precies doet buitengaats met deze wind is mij een groot raadsel. Meer over het weer straks van Huub Mizee. Een aantal klanten en personeelsleden van de Albert Heijn in winkelcentrum Rokkeveen in Zoetermeer is vanmiddag onwel geworden. Ze hadden een vreemde lucht ingeademd. De winkel werd daarop direct ontruimd. De brandweer ging vervolgens op zoek naar de oorzaak en ontdekte dat er koolstofdioxide uit de koel- en vriesinstallatie lekte. 10 medewerkers van de winkel zijn ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. De koel-vriesinstallatie wordt gerepareerd. Het verhaal over misstanden bij het archeologisch themapark Archeon maakt veel los. Bij Omroep West blijven verhalen over directeur Jack Veldman binnenkomen. Hij zou zich schuldig maken aan verbaal en non-verbaal geweld, seksuele intimidatie en op zijn park worden arbowetten genegeerd. De zaak kwam naar buiten via vakbond FNV. Oud-medewerker Lisan ten Haven heeft het aan de lijve ondervonden. Ten Haven werkte 6 jaar bij Archeon. Net als veel medewerkers en oud-medewerkers heeft ze grote moeite met directeur Jack Veldman. Uit angst voor Veldman wil vrijwel iedereen anoniem blijven. Maar ten Haven wil wel graag in het openbaar haar verhaal doen. Wat het meeste gebeurde was het schelden en het afsnauwen en het ondermijnen van je werk, ondermijnen van je motivatie, mensen tegen elkaar opzetten. En hij kwam ook gewoon de kleedkamer binnen als je in je BH stond. Wat voor hem ook vrij normaal was, want hij was dan bezig met, hij wilde dan iets zeggen of iets doen, maar daar is hij niet op aanspreekbaar dat dat gewoon niet kan. Naast ten Haven reageren ook huidige personeelsleden en andere oud-werknemers op de berichtgeving van Omroep West. De meeste mensen zeggen zich te herkennen in de brief van de FNV. Een greep uit de reacties. Jonge meisjes die in het park werken als seizoensmedewerkers worden uitgescholden voor stomme kut en regelmatig lopen ze huilend weg. Veldman zei tegen een jong meisje van nog geen 18 jaar om haar blouseje verder open te doen. Dat zou meer aandacht trekken van de klanten. Dat zou goed zijn voor de business.
Veldman redt het themapark al eind jaren 90 van de ondergang en heeft sindsdien de leiding bij Archeon. De vraag is waarom de misstanden bij Archeon nu pas naar buiten komen. Enerzijds die directeur natuurlijk gewoon heel bedreigend is voor mensen. Hij kan je zomaar ontslaan. Maar ik denk anderzijds, omdat het is heel bijzonder werk. Daar werken mensen die heel gespecialiseerd zijn en heel prachtig mooie dingen kunnen maken op het gebied van oude ambachten. Er zijn nauwelijks vergelijkbare plekken als Archeon. Daarom besluiten volgens Ten Haven veel mensen om toch te blijven. Zelf vertrekt ze in 2008 wel bij het themapark vanwege de hoge stress die ze elke dag op haar werk ervaart. Ja, ik ging op den duur. Na een paar jaar ging ik elke dag met maagpijn en trillend ging ik het park op. Omdat ik elke keer dacht van ja, wat gaat er nu weer gebeuren? Het was zo stressvol. Jack Veldman laat in een reactie weten niet op individuele verhalen te willen reageren. Eerder deze week stelde hij zich niet in de kritiek van de FNV te herkennen. Volgens de directeur zijn bij de directie geen meldingen of incidenten bekend. Vuurpijlen, Chinese rollen, grondbloemen, rotjes. Nou, we vinden het steeds minder leuk om vuurwerk zelf af te steken. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Omroep West en 1Vandaag. Een meerderheid van de inwoners van Zuid-Holland heeft liever dat een gemeente een vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling organiseert. Slechts 30% van de deelnemers wil zelf vuurwerk blijven afsteken. Dit beeld behoort over een tijdje misschien wel tot het verleden. Want de trend dat vuurwerk minder populair wordt, zet door. Steeds meer mensen vinden het prima als alleen de gemeente nog vuurwerk afsteekt. Maar liefst 55% wil dat alleen de gemeente nog vuurwerk afsteekt. 64% ziet een gemeentelijke vuurwerkshow als een goed plan. 70% wil een verbod van vuurwerk rond verpleeghuizen. En nog maar 30% wil zelf vuurwerk afsteken. Als je het voor je huis afsteekt, heb ik er geen last van. Maar als je het hier afsteekt, heb ik er wel last van. Laat iedereen zijn vuurwerk afsteken op die ene dag van het jaar. Ik ben helemaal niet voor vuurwerk. Ik heb vroeger zelf ook wel afgestoken hoor. Maar bedoel, als ik nu kijk wat er allemaal gebeurt, dan denk ik, joh, zoek ergens buitengebieden op. Er zijn natuurlijk veel mensen die er lol in beleven, maar ik niet dus. Ja. Wanneer wordt het afgeschaft, denkt u? Hoeveel jaar duurt het nog? Ik denk niet dat het echt afgeschaft wordt. De vuurwerkhandel is intussen de dupe van de tanende populariteit van vuurwerk. Michel Kooijman van het Waddinxveense Vuurwerk Maximaal denkt dat het negatieve imago vooral komt door het illegale vuurwerk. Ze zitten ook redelijk goed achter de grote importen en bulkvoorraden aan. Maar je ziet hoe makkelijk de dingen vanuit de post, vanuit andere landen naar Nederland komen. Ja, dat wordt wel lastig te onderscheppen. En die markt is enorm groeiende. De gemeenten Den Haag en Noordwijk hebben inmiddels al vuurwerkvrije zones ingesteld. Straks, vliegtuigen komen gevaarlijk laag over Delft. Maar eerst kort nieuws. 3, 2, 1. Hartstikke idee. En daarmee opent de Haagse burgemeester Josias van Aartsen officieel de actie van Omroep West. Samen voor de voedselbank. Tot en met vrijdag kan iedereen houdbare levensmiddelen inleveren. Zodat de 4000 gezinnen die in onze regio afhankelijk zijn van de voedselbank een goed gevuld pakket krijgen tussen kerst en oud en nieuw. Onze verslaggevers reizen onder meer met een lumpia-kraam door de regio om de producten te verzamelen. De actie is belangrijk, vindt Van Aartsen. Nou, ik denk dat het zeker in deze tijd heel belangrijk is dat iedereen eraan meewerkt. Het is de tijd dat je toch ook denkt aan mensen die het minder gezellig, minder goed hebben. Dat hoort een beetje bij kerst. Mark van Nierop, beter bekend als de Haagse horror-tandarts, eet en drinkt niet meer. Sinds woensdag is hij in staking. Frankrijk wil zijn uitlevering vanwege tientallen mishandelingen van patiënten. Reden nu van zijn hongerstaking? Een van zijn psychologen heeft een medisch dossier aan het Openbaar Ministerie gegeven in plaats van aan een andere behandelaar. Van Nierop is verdrietig en wil het liefst dood, zegt hij. De dood van een 20-jarige student van de Haagse hotelschool in september is geen misdrijf. De student viel tijdens een introductieweekend in Epe van de trap en overleed aan de verwondingen aan zijn hoofd. Het Openbaar Ministerie hield eerder een medestudent aan omdat hij hem misschien had geduwd. Maar daarvan blijkt geen sprake. Hij werd onterecht verdacht. Spektakel bij de Nieuwe Kerk in Delft. Twee vliegtuigen vlogen vanmiddag heel laag over de markt ter ere van de installatie van twee ereleden bij de studentenvereniging van de faculteit Lucht- en Ruimtevaart. Vanwege het weer konden de vliegtuigen niet vlak achter elkaar vliegen, maar spectaculair was het zeker. Een
een tweemotorig propellervliegtuig van de Martin Air Flight Academy en een Cessna Citation van het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium vliegen op nog geen 500 meter hoogte boven de Nieuwe Kerk in Delft. Ter ere van twee luchtvaartpioniers, Michel Peters, algemeen directeur van het NLR, en Martin Schreuder, oprichter van Martin Air. Ja, ik vond het geweldig. Ik bedoel, het was een beetje regen, maar dat mocht de pret natuurlijk niet drukken. Ik bedoel, het initiatief van de mensen hier, de studenten, ik vind het gewoon hartstikke leuk. Het is jong, aanstormend talent. En nou, als ze in hun latere carrière even initiatiefvol zijn, dan komt het allemaal wel goed. Had u dit verwacht? Nee, dat het zo uitgebreid en zo leuk zou worden, had ik absoluut niet verwacht. Dat was ook een geweldige verrassing voor me. De studenten van VSV Leonardo da Vinci hebben dan ook flink uitgepakt. Maar de wijze heren hebben nog wel een goede raad voor de studenten. Geloof in de toekomst. En stevig doorgaan. Ja. Maar een beetje aanvulling, dat is zeker de toekomst. Maar de toekomst staat hier ook nog steeds. Dat wil ik er toch wel aan toevoegen. Ja, absoluut. Ben ik het echt met de mensen. Ja. Het is bijna kerst en daar hoort natuurlijk ook een kerstboom bij. Waar moet je er eentje kopen? Bij de tuincentra en de grootwinkelbedrijven als IKEA, Gamma en Praxis worden ze verkocht voor ongekend lage prijzen van bijvoorbeeld maar 1 euro. Toch blijven veel mensen trouw aan de ouderwetse kerstbomenverkoper met zijn caravan bij hen in de buurt. Terwijl die toch een stuk duurder is. Het is al een traditie in het Zeeheldenkwartier in Den Haag, het jaarlijkse buurtkerstfeest. Met als hoogtepunt, aangestoken door niemand minder dan wethouder Karsten Klein, een verlichte kerstboom van 8 meter hoog. Ook de plaatselijke kerstboomverkopers en hun caravan zijn traditie. Ze staan hier al 25 jaar. Hoe gaat het met de zaken? Ja, uitstekend. Maar ik heb ze ook van 50 euro. Ze staan aan de voorkant ook van 50 en 60 euro. Hoewel bij veel grote winkels de bomen veel goedkoper zijn, is het hier toch best wel druk. Naar IKEA? Nee, daar doe ik niet aan mee. Waarom niet? Nee, ik vind dat wel leuk. Wij halen hier elk jaar kerstboom. Ik vind het meer een kerstsfeer of zo. Gezellig op zo'n klein pleintje. Geen last van IKEA, Praxis, Gamma, tuincentra. Daar is het veel goedkoper. Nee, dat valt ons eigenlijk mee. Want onze kwaliteit is gewoon heel erg goed. En we hebben een behoorlijke vaste cliëntenkring. Dus dat gaat allemaal uitstekend. Kun je deze misschien iets verder wegzetten? Dan kan ik hem even bekijken. Deze. Ja, natuurlijk. Ja. De sfeer, de gunfactor en het gemak spelen de grootste rol hier. Ook bij wethouder Klein. Ik vind het praktisch dat je hem gewoon dichtbij mee kan nemen. Want met al die naalden in de auto, dat is ook geen feestje. Dat verschil, dat zie je wel. Van IKEA of deze. Dat is gewoon zo. Waar zie je het verschil? Nou, een veel betere naald en een vollere boom. Deze wordt het. Het is gewoon een emotionele verbinding met de boom, hè? Het loopt als een trein, hè? Je ziet het. Ze gaan ook, als je maar kwaliteit levert, gaat alles de deur uit. 30 euro. Valt wel mee, toch? En het optuigen kan daar beginnen. Alleen al door erover te praten krijg ik eerlijk gezegd al jeuk op mijn hoofd. En u bent ze vast ook liever kwijt dan rijk. Hoofdluis. Maar helaas komen de kleine kriebelende beestjes dit jaar veel meer voor dan anders. Normaal gesproken wordt er vooral na de zomervakantie veel hoofdluis gevonden. Maar nu is het al bijna winter. En de kammen, shampoos en luizenkappen zijn niet aan te slepen. Voor de ouders niet, maar ook niet voor de apotheek. Hi, goedemiddag, met Tamara van Drogisterij Kessler. Mag ik van jou nog 6 antiluis combipakketten nog extra bestellen? Op dit moment gaat het heel hard. We hebben dit jaar dan wel extra lang kunnen genieten van het heerlijke weer, maar elk voordeel heeft zijn nadeel. We hebben een hele lange, warme zomer gehad en dan merk je gewoon dat de insecten het goed doen. En dat merken we dus ook bij de hoofdluisbesmettingen. Die komen nu, in de herfst komen ze altijd wel veel voor, maar nu wel meer dan normaal. Drukke tijden dus, ook voor luizendokter Ursula. Zij helpt luizenslachtoffers er zo snel mogelijk van af te komen door middel van een speciale föhn. Die droogt de hoofdluis uit, wat fataal is voor de beestjes. De hoofdluis komt het meest voor bij kinderen. Op de Spiegelschool in Den Haag doen ze dan ook alles aan om het beestje te slim af te zijn. Voorkomen is beter dan genezen, maar kinderen die spelen en die komen overal, sportverenigingen, naschoolse opvang. Dus ja, onverhoop kan er toch ergens een luisje ontsnappen. Daarom hebben ze, net zoals veel andere basisscholen, een luizenpluisteam. Ouders die alle kinderen op school controleren op hoofdluis. Mocht u nu spontaan jeuk krijgen en denken dat u nu uw haar moet gaan wassen of juist een hele poos niet,
over hoofdluis doen heel veel fabeltjes de ronde. Het maakt voor een luis echt niets uit of je nu heel schoon of heel vies bent. Het heeft gewoon algeheel niets met slechte of met goede hygiëne te maken. Zolang jij haar hebt en bloed en je straalt warmte uit, dan is het een plekje waar ze graag vertoeven. Geen paniek, aan het eind van de winter zal het aantal luizenslachtoffers weer afnemen. Het weer dan, hier is Huub Mizee. Het onstuimige weer houdt gelukkig niet al te lang aan. In het weekend is het al een stuk rustiger, wordt het ook zelfs wat droger. Maar begin volgende week komt de wisselvalligheid wel weer terug. Ja, en we hadden niet alleen veel wind, maar ook regen. Vanochtend zat er in Loosduinen al 13 mm in de neerslagmeter. Even later om 1 uur vanmiddag in Hoek van Holland alweer 18 mm. En vanmiddag kwam er nog regen en motregen bij. Ja, regen en wind dus. Vooral langs de kust. Boven land hadden we met windkracht 7 te maken uit het zuidwesten vanochtend. Aan de kust windkracht 8 tot 9. En dat was natuurlijk mooi weer voor de service. Dat is hier duidelijk te zien. Bij Hoek van Holland waren windstoten tot 96 km per uur. Nou, de wind is later vanmiddag gaan liggen en ook vanavond en vannacht gaan we merken dat de wind verder gaat afnemen. De wind is dan zuidwest tot west, matig tot vrij krachtig, aan de kust misschien nog af en toe krachtig. En voor de rest hebben we aanvankelijk nog regen, maar in de loop van de nacht wordt het droger. Blijft er nog wel vrij veel bewolking en de temperatuur daalt tot 6 graden. En dan morgen, dan hebben we te maken met wolkenvelden. Hier en daar een enkele bui, maar in de loop van de dag komen er toch meer opklaringen. De wind zal ook dan west tot zuidwest zijn, matig aan de kust vrij krachtig. En morgen overdag wordt het dan zo'n 6 graden. Zondag, een redelijk rustige dag. We hebben wolkenvelden, maar ook perioden met zon. Het blijft dan grotendeels droog. En dat alles bij een wat meer zuidwestenwind en een temperatuur die ook dan weer op zo'n 6 graden zal uitkomen. Dankjewel Huub en tot zover dit TV West Nieuws. Meer nieuws is te vinden op omroepwest.nl, op de apps voor de mobiel en de tablet en bij de collega's van 89.3 Radio West. Zo hier op TV West het kersthuis. Jet Sol gaat op bezoek bij tante Annie in Leidschendam. En tante Annie kan het niet laten en koopt ieder jaar nieuwe kerstspulletjes. Hoe kijk dit dan? Kijk, daar gaat hij. Ik vind hem geweldig. Nou, welke verrassing tante Annie nog meer heeft, ziet u dus zometeen. Het TV West Nieuws is er maandagochtend met een korte editie weer en om 17:30 met een gewone uitzending. Graag tot dan en nog een heel fijn weekend.